Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Madables Rakusho version tegen Madabi version. De vorige aflevering hebben we allebei een battle gedaan. Dat is het eigenlijk een beetje. Dat was het. Ja, het is niet zo van, oh we maken gigantische pokkers. Nee, het is dat ik één fight per battle. Maar fight zo per herinner part. Ik me de game ook hoor. Ja, klopt. Alleen, ik ben nu alleen wel helemaal kwijt wat ik hier moet doen. Ja, ik heb net ook even die onderzeeën gehad. Dat je naar het stuk gaat met de ninja, de psycho missile, de 1 dollar, et cetera. Je kon toch ook wild battles vliegen, zeg ja, maar? Dat zijn die robo-huppelup-huppel-medals. De rubber-robo's, toch? Nou, als het goed is heb je er eentje al gekregen als je de rubber-robo verslaat. Ja, waarschijnlijk heb ik die al een keer gebruikt. Maar ja. Maar ik dacht dat je heel veel had op een gegeven moment. Oh, vast. Ik zie ook wel gebeuren dat we binnenkort heel veel rubber robo fights krijgen. Maar ja, ik ga ondertussen gewoon mooi door met mijn standaard wild fights. Terwijl ik ga kijken van waar de fuck ik naartoe moet. Ja, precies. Terwijl ik ondertussen even maar mooi onderdelen bij elkaar spaar. Oh. Schoolboy of jongster of hoe die ook mag heten, je moet dood. Maar ze hebben dus een remake van deze game gemaakt voor de Switch, alleen in Japan. Wat oneerlijk weer. Yep. Maar ja. Weet je dat dit oorspronkelijk ook een remake was van een Japanse game? Waarschijnlijk, ja. Met een rot. Letterlijk dus, het is gewoon dezelfde game dan met betere graphics. Oh, echt? Ja. Grappig. Zelfde fight, zelfde dingen, zelfde story, alleen iets andere. Iets ander verhaal. Nou ja, iets betere graphics dat zit. Oké, lol. Ondertussen moet ik maar even kijken, want ik heb nu twee hele ronden gemaakt. Ik ben nu weer bij Karen en Plupup. Ja, alleen die doen niks. Daar vind ik dan weer heel geinig van. Ja, het is een race, laten we zoeken. Ja. De fuck zijn jullie aan het doen? Ja, dus, die staan er niks te doen. Ik ga denk ik maar gebruik maken van de oude wijze tactiek van Zelda 1. Overal tegenaan lopen? Ja. Er moet toch iets gebeuren? Yep. Zo heb ik ook laatst gewoon een cross eindelijk af kunnen maken. Gewoon overal tegenaan lopen, maakt niet uit. Als het werkt, dan werkt het. Nou, en het werkt op zich heel goed. Okay. Want die game is een beetje de PlayStation 1 qua grappen maken. Alles lijkt zo, hoe zou ik het zeggen, zo als een kunstwerk. Ja. Dat je soms afvraagt van oké, waar kan ik wel op lopen, waar kan ik niet op lopen. Ja, precies. Dat is niet altijd positief. Nee, en ik kreeg wel een hartverzakking toen de game had uitgespeeld. Want ik zat wel eens kijken van, wacht even. Maar ik heb die game nog nooit uitgespeeld. Ik kwam nooit verder dan de tweede of derde draak. Aan het einde van de game heb je een bosrust waar je tegen zes elemental draken moet vechten. Oké. Als je die draak hebt verslagen, moet je letterlijk nog maar een half uur mee klaar met de game. Oké, ja, ik ken de hele game niet. Ik heb alleen Chrono Trigger ooit met Justin gespeeld. Daar weet ik ook niet zo heel veel van, hoor. Maar... Nou ja, het heeft wat. Maar het is niet per se een sequel, maar het heeft wat te maken met Trigger. Want hoeveel heb je gespeeld van Trigger? We zijn best wel ver gekomen destijds, maar ik weet er niet echt heel weinig van. Maar als ik zeg Lavos, zegt jou dat nog wat? Nee, maar het is daar te lang geleden voor. Ja, oké. Ja, want Lavos is een beetje de villain van die game. Oké. En de villain van Chrono Cross is uiteindelijk ook Lavos. Alleen die komt letterlijk de laatste 2% even aan kukkelen. Van ja, ik ben eigenlijk toch de final boss. Toch wel. Ja. Alleen, hoe ze ooit die final boss hebben geprogrammeerd, dat vind ik nog steeds heel knap. Want je kan hem op een normale manier verslaan, krijg je de bad ending.
Maar als jij bepaalde moves in de juiste volgorde doet met het juiste element en je eindigt met de juiste ability, om het zo maar even te noemen, dan krijg je de true ending. Oké, dat is raar. Nou ja, wat heb ik dus gedaan? Even opgezocht, hoe de fuck moet je dat doen? Ja, maar het was wel gelukt. Het is gelukt en ik heb de true ending kunnen scoren. Alleen ja, de true ending is... Moet je nog twee extra dingen voor doen, maar fuck dat. Ik moet nu tegen Hammett. Dat is ook iemand die je tegen kan komen. En hij heeft... zijn lead is een veel betere anti-air. Wow, yo, ik killde hem in één hit! Ja, maar dat is het ding met van anti-airs. Het zijn anti-airs voor een reden. Dus geen hoge defense. Op zich raar, want zou je zeggen van anti-airs zijn dan juist... Zijn juist degene die je wil bewaren, maar ja. Even kijken. Metabots! Ik zie hier al een mooie metabot die ik misschien zou willen verzamelen. Want heb je ook al die zonnebloem tegengekomen? Die zonnebloem? Ja. Oh, nou die herken ik nog wel, maar die ben ik nog niet tegengekomen. Nee, oké, die kom ik nu net tegen. Dat ding breekt gewoon mijn parts één voor één af. Oké, wat waar. Oh, hij heeft er drie, dat is niet eerlijk. Dit is oneerlijk. Iets wat mij outspeedt. Dat is oneerlijk. Dat is inderdaad niet leuk. Nee, dat is inderdaad niet leuk, want ik ben al één robot kwijt terwijl ik nog ineens een hit heb kunnen doen. Oh ja. Krijg je dat weer. Ja. Nice. Hij miste toen ik mis zei. Kiboom. Ik ben bang dat ik moet gaan resetten, tenzij ze allemaal metaphors gaan getteren. Ja, ze gaan allemaal metaphors getteren, dit komt niet goed. Oeps. Nou ja, ik hoop dat ik even een goede chain reaction kan krijgen. Oké, ik heb dus door dat anti-air goed is op anti-air. Klinkt super logisch. Oké. Oh, maar mijn anti-air is one hit kill. Kaboom. Zelfs als je tegen mij gaat zeggen, ja, een bazooka is goed tegen een bazooka. Ja, zou kloppen. Ik snap het niet helemaal, maar oké, prima. Ghost is goed op ghost. Ja, oké, maar dat snap ik nog wel, want geesten kunnen op geesten dingen doen. Ja, is dat logisch? Ja. Nou... Dus logischer dan anti-air is goed tegen anti-air, want anti-air staat gericht naar boven. Hoe moeten dingen van anti-air elkaar dan kunnen raken? Magische poeder. Ja, magische poeder die ervoor zorgt dat ze elkaar niet kunnen raken. Nou, ik ben wel mooi mijn dingen aan het levelen nu, dat was op zich wel mooi. Oké, ik was bang voor deze fight, maar ze zijn letterlijk alleen maar metaphors aan het getteren iedere keer. Oké. Ik ben wel bang voor deze fight in ieder geval. Welke? Een random fight of... Nee, een story fight. Oh, je hebt gevonden waar je verder moet. Ja. Ik wist waar ik verder moet. Ah. Nou, dan moet ik dat nog even uitvogelen. Weet je wat mij altijd stoort aan zo'n layout? Je hebt hier in de layout aan de rechterkant heb je zo'n stukje waar je lijkt dat je naar rechts kan, maar dan kan je niet naar rechts. Nee, klopt. Oké. Waarschijnlijk is die sneller. Net aan. Ook net aan. Oké, dat valt nog mee. Oké, dan is nu de vraag... Hoeveel damage doet... Ja, oké, als het ontwijkt, dan is het toch weer zo flauw, hè? Ik heb hem gewonnen, yeah!
Oké, kan ik ding als je... Oké, ik moet denk ik brillen gaan maken voor mijn Metabots. Want? Ze missen alleen maar. Oh. En dan kan je wel gaan zeggen van, oké, doe de Metaforce iedere keer, maar... Ja, dat is ook niet te tanken. Nee, maar dat kost gewoon 3 beurten iedere keer. Ja. Kan ik hem nu raken? Heb ik hem nu klaar? Rubber gang. De rubber gang? Jazeker. Maar als dat de rubber gang is, waar is dan de rubber gang? Die bestaat niet. Nee? Nee. Jammer. Oh jee, hij is zichzelf aan het Metaforce opladen. Oké, laatste. En dan heb ik waarschijnlijk deze fight ook klaar. Oh, hij sprong er overheen. Ik wist niet eens dat het kon bij deze aanval. Ja, maar... Nou, kom op, Rokusho. Maak even de laatste ding nog even af. Je kan het. Ja, ik kan het ook. Is het de hoofd? Nee, het is de arm. Maar ja, chain reaction. Geen chain reaction. Jammer weer. Ja, heel sad. Natuurlijk overleeft hij nog met 3 AP of zo. Ik heb al eerder gezegd, maar gewoon het feit dat jij kan focussen op iets met... Zou het gewoon een stuk beter maken, niet dat het gewoon alles random is. Alleen dan zou je altijd hoofd focussen. Ja, maar dan kan je nog zeggen van, oké, focus op andere dingen zoals bijvoorbeeld, I don't know... Iets met een taunt of wat dan ook. Ja, of een specifieke arm, zeg maar, omdat die aanval goed is. Ja. Dit was spannend. Hoezo? Ben je nog steeds tegen Rubber Robo bezig? Nou, ik begon net met Rubber Robo. Hey, zo lang ben ik nog niet met hem bezig. Ah, oké. Okay. Ik weet niet, misschien kan je dingen one-shotten ondertussen. I don't know. Nee, zo, dat gaat helaas niet. Het kan allemaal, hè. Het kan ook gewoon zijn van, ja, sorry Jordi, maar we zijn ook klaar met de serie. Ik heb de final boss al verslagen. Yeah, wie weet. Ik heb wel de Rubber Robo verslagen. Dat is mooi. Nog een beetje een goede part gekregen of crap? Nou, een of andere iets van benen. Wat op benen moet lijken. Oké. Nou, je weet niet. Misschien zijn het goede onderdelen. Misschien ook niet. I don't know. Maar hey. Het is met deze toch allemaal een... Het is toch allemaal controleren en kijken. Nou oké, dat doet niks, maar ik krijg wel weer een fucking status effect. Here we go. Laten we even kijken of we nog deze kunnen afmaken en dan weer kijken of we progress kunnen maken. Ik heb een jurk aan. Kaboom. Krijg ik meer context of is het alleen ik heb een jurk aan? Alleen ik heb een jurk aan. Oké. Als jij daar
blij mee bent en tevreden mee bent. Ja, wie ben ik dan dat ik tegen jou inga? Inderdaad, Ing. Oké. Ik doe gewoon elke battle doe ik opslaan. Voor het geval dat ik het opnieuw doe. Ja, maar ja, dat doe ik ook, want je weet het maar nooit. Mm-hmm. In deze game is het toch één groot raadsel. Yep. Dus ja. Nou, jij was dus al voorbij het bos? Ja, ik ben wel voorbij een bos, ja. Oké. Nee, gewoon even kijken van waar ik sta in vergelijking met jou, want... Met deze game is het zo verdomd moeilijk te achterhalen. Je kan hem best verschrikken zeggen van ja, ik vecht tegen die en die, ja. Oké. Okay. Ja, precies. Nee, ik heb tegen de Rubber Robo uit de boot heb ik gevochten. Uit de boot? Ja. Oké. Okay. Of nou ja, boot, zo'n scuba dive ding, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb net een tijd geleden een Rubber Robo uit de boom gehaald, dus... Huh? Ja, was eentje uit de boom. Daarom zeg ik ook van, ik raak maar alles en ik zie het wel. Oké. Want ik ben nu net... Ik denk van, ja, ik heb hier voor de rest niks mee te doen, dus ik ga maar... ook maar door naar het volgende stuk. Ja. Irritant als ze over je missiles heen of in ieder geval over je anti-air inspringen. Nou ja, ik vind het meer irritant dat het niet echt iets is als een repel in deze game. Ja, echt. Want even no joke, ik zit echt te kijken van ja oké, okay, maar zometeen heb ik al deze parts. Levels zijn mooi, maar levels heb je eerlijk gezegd geen kloten? Nee. Dus ja. Ik loop zo door. Een status effect. Zo. Anti-C heb je ook nog geloof. Ja, je hebt voor bijna alles heb je dingen. Je hebt gewoon de normale bipedals. Die je in het begin hebt. Dan heb je multilag die volgens mij heel goed is op rock. Dus op rock terrein, want die zijn gewoon echt een stuk sneller dan mij op dit moment. Oké. Air en anti-air. Water, en ik weet niet of anti-water nog een ander is, maar... Anti-C, hè? Ja, anti-C. Of dat een ander icoon heeft. Mm. Ik weet niet, maar het zou op zich goed kunnen, maar... Deze dude schiet torpedo's. Gelukkig zijn ze niet zo heel sterk. Nou, kom op. Even kijken of ik door deze fighting kan. Ik kan eigenlijk weer een stuk verder. Want ik heb ook een keer zin om even progress te maken in deze game. Want het voelt echt alsof ik aan de rondjes lopen ben het laatste uur. Elk rondje is anders. Ja, nee, dat klopt. Maar in ieder geval loop ik geen rondje. Nee, precies. Dit is geen Mario Party, hè? Mario Party loop ik rondjes. Niet in deze game. Ja, en dat doe je dus nog vrijwillig ook. Ja. Maar ja, zoals gezegd, dit is geen Mario Party, dus... Dan vind ik het toch wel weer iets anders. Kom op. Ik baal er altijd weer zo van als ze mijn ding kunnen ontwijken. En er letterlijk niks kapot is. Yep. Want dan weet je nooit wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld zegt ze van nee, sorry, je hebt toch niet gewonnen. Of breken ze net voor het einde nog even een van je dingen. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld nu. Wow. En dan ben ik de enige met gewoon één kapotte arm. Voor de rest heb ik alles nog heel. Maar alleen is mijn arm kapot. Terwijl ik niks van hem kan raken. Dus dan is het gewoon van, ja. Sorry, maar ja.
En dan en dat geeft wel toe, deze game voelt ook gewoon alsof het je tijd aan het verdoen is. Ja, precies. Daar ben ik wel mee eens. Maar ik mag denk ik zo gaan resetten. Deze pingwing die hield gewoon een van de wassen met apart. Time is op. Ja. Zoals ik al zeg, dan raak jij haar gewoon niet. Mm-hmm. En pakt ze je net nog omdat ze je één met apart van je heeft neer kunnen halen. Ja, dat is wel echt bullshit. Ja, maar nou ja, dan voelt het ook gewoon alsof je niks gedaan hebt de afgelopen tijd. Mm-hmm. Ik moet nu tegen een gastje waarvan ik inderdaad dus de eerste ook niet kan raken, omdat hij over mijn dingen heen springt. Ah. Over mijn schoten. Ja, en dat is best kloten. Want jij bent nu bezig met die monniken ofzo, die daar staan? Nou, ik ben in het water gevallen, toen ben ik helemaal afgevoerd naar een apart eilandje en daar heb ik een jurk gekregen. En nu ben ik een beetje aan het exploren eigenlijk. Klinkt super logisch. Mm. Nee, ik ben nu net de meest onderste linkerbrug heb ik maar gewoon genomen. Oké. Dus even ik in mijn hoofd zien hoe het eruit ziet. Ik loop waarschijnlijk flink achter, maar ja. Maar ja, ik denk dat dit op zich nog goed komt, maar het is gewoon echt even uitvolgen van oké, hoe moet ik zo meteen met sommige dingen verder. Yep. En ik merk nu ook dat Rokusho, we hebben toch een keer een discussie gehad over dat Rokusho misschien een class canon is. Hij kan nou niet eens meer dingen one-shotten. Nee, precies. Dus hij is gewoon waardeloos. Hij is gewoon waardeloos en ik kan wel zeggen justice voor Rokusho, maar zelfs ik kan dit bijna niet meer goed praten. Maar wellicht komt er straks wel een gedeelte in de game dat dat je tegen die specifieke bots wel goed bent met Rokusho. Mogelijk. Dat je wel hit, zeg maar. Mogelijk. Ik hoop het, want ik zit echt met te kijken met Rokusho op sommige punten echt zo van... Kan je nou gewoon niet meer damage doen? Nee. Wat is nou het probleem? Want ik weet dat jij de game niet kent, maar in Kingdom Hearts 3. Oorspronkelijk kreeg je steeds betere wapens door de games heen in de Kingdom Hearts franchise. Maar 3 was zo van, ja, jij kan ook gewoon je wapens upgraden. En dan maakt niet uit of het beginwapen is of het eind of de late game wapen. Ja. Dan zijn ze allemaal net zo goed afhankelijk hoeveel moeite je erin wil steken. Oké. Okay. En hier voelt het gewoon alsof je echt zit te kijken van, wacht even. Ik gebruik Rokusho al voor een goede 50 plus fights. En alsnog... voelt hij als hij niks heeft gedaan. Alsof er geen upgrades in zitten. Maar dat is wel het grootste nadeel wat ik vind van deze game. Want het voelt gewoon niet alsof je progressie maakt. Ja, toch moet ik wel zeggen dat ik daar nu niet zo heel veel last van heb. Maar ik heb wel misschien ook geluk dat ik de battles gewoon win, zeg maar. Mhm. Nee, klopt. Misschien kan het daardoor komen. Want... En daarnaast, dit is nog een begin RPG. En weet allemaal, in begin RPG's voelt het soms alsof je niks aan het doen bent. Mm-hmm. Maar met deze voelt het echt alsof je niks aan het doen bent voor een lange periode. Ja, precies. Maar ja, na dit hebben we toch al heel snel dat attractiepark, of niet? Ja, volgens mij wel. Dat is echt een kutstukje met die spiegels en zo. Ik heb op zich geen probleem met kuststukjes. Het is meer zo van...
als wij al nu... Maar kijk, dit is nu part 6, hè? Ja. Dat wij in part 6 zitten en ik nog steeds zit af te vragen van, ja... Wanneer begint het? Wat zitten we eigenlijk nog steeds aan het doen? Ja. Want je moet mij niet vragen van, hoe werkt deze game nu? Want ik heb nog steeds geen idee. Nee. Wellicht komen we er ooit achter. Ja. Net voor de final boss. Ja. Ja, ik had het met een serie met Harm, had ik dat ook van... Ja, ik snap de game niet, ik snap de game niet. Dat ik aan het einde van de game... Oh, nu snap ik hem. Ja. Ik had de final boss al klaar. Hij stopt op één punt, maar... Hij begreep de combat opeens wel en zat toen... Oké, maar nu is de combat ook leuk. Ja. Ja. Maar ja. Dan ben je al een poosje bezig, hè? Ja, precies. Ja, ik snap de combat wel, maar ik snap niet zo goed, zeg maar, hoe het met die medals werkt. Want oké, anti-air, maar anti-air is niet per se een specifieke type of zo, heb ik een gevoel, maar bepaalde meta parts. Want op het moment dat ik tegen die hermit moet, die ene, wat is hij? Hij is een soort tuinman of zo. Ja. Hij heeft die bot die ik heb, die groene, en hij heeft die gele als zijn lead. Ja. Dat zou allebei anti-airs moeten zijn, als je in ieder geval het icoontje aan de voorkant moet geloven. Alleen, als ik die gele dingen aan mijn medal equip, dan krijg je geen boost. Terwijl als ik die groene dingen aan mijn medal equip, dan krijg ik wel een boost. Klinkt heel logisch. Ja, nee, niet dus. Nee, inderdaad niet, maar ik pak even een voorbeeld van mijn kant. Ik heb bijvoorbeeld de Snake Medal. En de rubber robot waar ik tegen vocht, die had zo'n slang met een bot. Ja, ja. En daar kreeg ik dus een, nou ja, de staart van. Nou, ik heb de snake medal en nu heb ik ook nu dat spul van hem en dan krijg ik dus een compatibility bonus. Maar ja, vraag mij niet waarom nou precies dat is. Heb je de hele snake of dat niet? Nee, het is alleen maar één ding. Ja, dat is dus zo lastig, omdat je dus niet weet waarom dan, zeg maar. Dat is precies wat ik eigenlijk bedoel, ja. Oh, nu snap ik ook wat jij bedoelt met een... met een bot die zichzelf kon healen. Die pingwing. Oh nee, ik kwam een zeemermin tegen. Oh, oké. Okay. Hetzelfde ding, maakt niet uit, maar... Nou, ik heb denk ik zometeen weer een fight verloren. Hoeveel tijd heb ik nog? Oh, ik heb nog wel wat tijd. Niet veel, maar wel wat. Ik vind het ook stom dat je je metaforce niet kan richten. Nee, dat is ook gewoon compleet random. En dat is zo van, ja, succes er maar met. Ja, ik kan echt niet wachten tot ik eindelijk gewoon of betere equipment krijg of iets begint te snappen van de game. Ja, precies. Of het een of het ander, mij maakt niet op zich niet uit welke wat het is. Houd het niet voor je als je het weet. Nee, maar natuurlijk, als ik het eenmaal begrijp, dan is het ook leuk als ik het kan uitleggen. Want dan is het ook zo van, weet je wat, prima joh. Maar dan wordt het ook interessant. Ja, precies. Want anders is het ook gewoon voor ons beiden zo van... Oké, jongens, welkom bij Quart 100. We zijn net in het attractiepark. Ja, dat is ook gewoon niet leuk. Nou, laat ik even hopen dat ik even een goede hit krijg. Ik denk dat ik mijn secondary bot andere armen ga geven na deze fight. Kan. Die hebben dan misschien niet die compatibility boost, maar dat zal wel. Wauw. Druk bezig om iets te raken, raak ik eindelijk iets, dan is het maar 5 damage. Ja, dat is dus met die anti-air heb ik dat dus de hele tijd. En ik heb nu de fight waarschijnlijk verloren, precies om die reden. Ja, time is up. En ik heb niet gewonnen omdat...
Het is ook een beetje oneerlijk naar mijn mening. Van, ja, nee, je hebt niet gewonnen. Ja, waarom dan niet? Ja, omdat deze persoon een healing ding heeft. Ja. Dat is zelfs... Dat is zo oneerlijk. Mijn secondary bot die kan alleen maar die anti-air aanvallen. En ja. Ik moet hier dus alleen maar tegen gastjes die dus al die anti-air aanvallen kunnen ontwijken. Dus ik hit gewoon met hem nooit. Ja, dat is goed kloten. Mm. Ja, had ik net ook. Dan kom ik weer die oude... ons oude teddybeer weer tegen. Ja, yeah, met die breaks. Ja, en zo van... Ja, sorry, mij raakt hem niet. Ja. Ik vind het ook zo mooi. Nando heeft nooit tijd voor dingen, maar als je ziet dat mensen aan het recorden zijn, dan reageert hij meteen in de Discord. Kiboom! Ja, je hebt alle hermits klaar? Nee. Nee, ik ben gewoon aan progress. Oh, progress. Wat is dat? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen moeite mee. Het enige probleem is dat ik wel alles met één bot moet doen, maar ik raak in ieder geval. Mm-hmm. Dus dat is op zich al een win. Ja, klopt. Nee, kijk, ik ben wel trage games gewend. Mm-hmm. Maar zelfs met trage games voelt het voor mij alsof, oké, ik weet wat ik hier moet verwachten. Ja. Ik weet wat ik hier moet doen. Hier heb ik zo een idee van... Als ik de komende 2 uur nog een beetje ga kloten met slice of life dingen, dan wil ik het ook nog wel geloven. Ja, of we moeten een tutorial kijken. Hoe werkt deze game? Tutorial. Ja, sorry, wij weten dat ook niet. Nee. Ik zit nog even te twijfelen of ik deze... battle af wil maken, of dat we gewoon naar de volgende aflevering gaan. Oeh, een nieuwe medal. Echt? En nu is de afvraag van waar de fucking nou naartoe moet. Maar hoe kom jij aan een nieuwe medal terwijl ik een gevoel heb dat ik veel verder ben dan jij? Wil je een heel eerlijk antwoord op? Ik heb letterlijk waar geen idee. Oh. Dit is wel interessant als ik jouw footage terug ga kijken. Nou ja, ik heb een vraag, hoeveel medals heb jij nu? Ik denk gewoon mijn 2 medals die ik al had. Ja, en ik zit nu al op 4. Wat? Dus... Ja. Hè? Ik snap er niks meer van. Heb je ook al een derde bot, of niet? Nee, ik heb nog geen timpad kunnen krijgen. Oké. Ik maak deze battle nog even af. Ja, dus... Het mooiste vind ik altijd van, maak even deze battle af en dan begin ik nog even aan de volgende battle om een simpele reden, fuck it. In deze game maakt geen klote uit of je een ding door laat lopen, want nee. We zijn toch verdwaald aan het einde van de rit. Dat is waar, dan ga ik wel gewoon de game afsluiten, of de part afsluiten. Helemaal bedankt goed. Voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. We hebben moeite, maar we gaan gewoon door. Tot de volgende aflevering, adios amigos.